Welkom, mijn naam is André ten Hegeler en ik ga u in de komende 2 minuten precies vertellen hoe u gladvingergras in mais moet gaan bestrijden. Op 30% van het maisareaal werd topramizone gebruikt om gladvingergras te bestrijden. Dit mag niet meer, dus er zal wat moeten veranderen in de aanpak van de gladvingergrasbestrijding. Gladvingergras kiemt vanaf begin april tot midden juli, met een piek in mei. De onkruidbestrijding in mais vindt plaats eind mei, begin juni. Dat betekent dat we zowel bovenstaand gladvingergras hebben als gladvingergras wat nog moet kiemen. Dat betekent dat de bestrijding zal plaatsvinden door middel van contactwerking als ook door duurwerking. Duurwerking kunnen we eenvoudig geven met de middelen Dualgold of Gardogold. De beste methode is om dit voor opkomst te doen. Echter, in de praktijk wordt dat weinig gedaan vanwege tijdsgebrek of vanwege extra kosten. Er moet namelijk een dubbele bespuiting uitgevoerd worden. In de praktijk zal dus meestal 1 na opkomstbespuiting worden uitgevoerd met een mix van zowel contactmiddelen als bodemmiddelen. De spelregels tegen gladvingergras zijn in 3 punten samen te vatten. Spuit probleempercelen vroeg in het 2-3 blad van de mais en niet in het 5-6 blad. Want zoals u hier ziet, groot gladvingergras wordt niet bestreden. Het kleurt alleen maar wit. Maak in de middelenmix gebruik van de actieve stof mesotrione. Deze zit in Calaris en in Callisto en geeft een goede contactwerking, maar ook een goede duurwerking. Gebruik Calaris of Callisto in een dosering van 1,5 liter per hectare. Een halve liter meer dan gebruikelijk. En het geeft het beste resultaat op gladvingergras en u bent niet duurder uit. Mesotrione is de afgelopen jaren uitgebreid getest. Dat een vroege toepassing in een hoge dosering een uitstekend resultaat geeft op gladvingergras, dat ziet u in deze proef. In onbehandeld is 60% van de grond bedekt met gladvingergras. Het resultaat van de mix met Calaris ligt op hetzelfde niveau als dat van de toevoeging met topramizone. Ook in Eibergen heeft een proef gelegen. Een telling eind juli laat zien dat Calaris of Callisto in een dosering van 1,5 liter een uitstekend eindresultaat geeft. Aan de hand van de volgende foto's ziet u de werking van een verhoogde dosering mesotrione. Hier ziet u onbehandeld gladvingergras. En dit is het resultaat van Calaris en Callisto 3 weken na toepassing gespoten in het 2-blad van het onkruid. Een goede mogelijkheid voor gladvingergrasbestrijding is een vooropkomstbespuiting met de middelen Dualgold of Gardogold. Maar in de praktijk zal toch meestal voor 1 na opkomstbespuiting worden gekozen. Kies als standaardmix Calaris met Dual en Milagro of voor de combinatie Callisto met Gardogold en Milagro. Spuit eerst de probleempercelen in het 2-3 blad van de mais met een mix van Calaris of Callisto in een dosering van 1,5 liter. Op die manier krijgt u het beste resultaat en bent u niet duurder uit dan in het verleden. Dank u voor uw aandacht. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.